Welkom, lieve kijkers. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, donaties, vele bezoeken voor coaching, begeleiding, rijke healingen. En natuurlijk ook alle privé-reading aanvragen, dankjewel daarvoor. Ook enorm bedankt voor jullie massale steun op mijn nieuwe kanalen, mijn Engelstalige kanaal, maar ook mijn boogschutter en tweelingen kanalen. Super lief. Ben je daar nog niet geweest, zeker doen voor nog meer gratis readingen. Ik heb hieronder de kanalen opgesomd, dus kan je heel gemakkelijk van kanaal wisselen. En nog meer gratis readingen bekijken van mij. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert. Er zit namelijk jouw energie in het kanaal bovendien. Als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Vandaag de Thelema Tarot en de Enchanted Map Oracle Deck van Colette Baron Reid. Wat mogen wij weten, spirits en guides? Deze blijft liggen, dat betekent dat ik die nemen moet. Iemand blokkeert jou de toekomst. Kan zijn dat iemand geen medewerking verleent in een connectie. Kan zijn dat je voelt dat je op het werk niet meer vooruit komt. Het kan zijn dat je jezelf saboteert, omdat je voelt van, ik loop helemaal vast. Ik weet het gewoon helemaal niet meer. Kan van alles betekenen. Maar het is wel een duidelijk signaal. Er zit ergens een blok op. Iets, of iemand, of een situatie, daar kom je niet mee verder. Wat mogen we weten over die twee van zwaarden? Ik denk voor de meesten dat het of over de liefde gaat, want het is kaart 6. 6 is liefde en zelfliefde. Dus of je loopt helemaal vast in een liefde en je hebt alles gedaan en je weet bij God niet meer hoe je verder moet. Of je loopt zelf helemaal vast als het over zelfliefde gaat. En moet je dus het een en ander aan inzichten krijgen om jezelf te kunnen helen. De volle maan wordt geadviseerd om deze connectie los te laten of aan te pakken de pijnen die je hebt, die je nog niet hebt aangekeken, zodat je dus uiteindelijk die zware last kunt loslaten. Dat je meer wijsheid gaat cultiveren met deze uil. En het kan goed zijn dat je vooral 's nachts dat het opkomt, dus dat je overdag kan je nog met allerlei dingen bezighouden, zal ik maar zeggen. Maar als jij 's nachts wil gaan slapen of als jij lekker ligt te slapen, dan word je daardoor wakker. En voel je van, dit moet veranderen. Ik moet wat los gaan laten, moet wat achter me laten, want dit kan niet zo langer. Je gaat dus een zekere inzicht krijgen. Kan zijn dat je echt letterlijk en figuurlijk tegen deze muur bent aangelopen. Je hebt deze weg bewandeld, deze weg bewandeld. Maar je blijft tegen die muur aanlopen. En dat betekent gewoon dat je een drastische maatregel moet nemen. De 10 staat voor transformatie, maar de 10 staat ook voor de doodkaart. Dus of je stopt hier radicaal mee, met een relatie bijvoorbeeld, of als je vastloopt op je werk, of als je vastloopt met jezelf, dan weet je van, dit is een doodlopende weg, ik moet in mezelf gaan investeren om te helen, want ik loop iedere keer dezelfde route en ik kom niet verder, of ik heb het zo geprobeerd, ik heb het zo geprobeerd met die persoon, maar het lukt niet, of ik heb deze baan hier geprobeerd, ik heb diezelfde functie hier geprobeerd, maar ik loop ergens tegenaan en hier word ik niet gelukkig van. Probeer dus een andere baan of iets wat beter bij je past en niet alleen maar bijvoorbeeld gaan voor het financiële plaatje.
Ook dat kan. Algemene reading, dus ik krijg altijd heel veel verhaallijnen door. Wat mag ik weten, Spirits and Guides? Voor de twee van de zwaarden. Je loopt vast, dat is gewoon duidelijk. Je loopt vast. Het wordt tijd voor een nieuw pad. Het wordt tijd voor een nieuwe keuze. Het wordt tijd voor een nieuwe baan, een nieuwe liefde. Of je moet jezelf gaan helen, waardoor je jezelf bevrijdt van negatieve gedachten. Dingen die jou vast blijven houden, waardoor je diezelfde cyclus keer en keer en keer en keer overnieuw overloopt. En dat moet je niet willen. Je wil hier uitraken. Dat is, daarom is die dwaas daar ook. Ik ga nu mijn kop uitsteken. Ik ga iets anders doen. Ik ga iets nieuws doen waardoor ik hier uitraak. Dat is de bedoeling. Dat is ook waarom dat je iedere keer die les krijgt. Omdat je die les nog niet duidelijk voor ogen hebt. Omdat je die nog niet geleerd hebt. En ik heb het gevoel dat het punt nu bereikt is. Dat jij dus uiteindelijk inziet van dit is een doodlopende weg. Of ik kom hier niet verder. Of ik ben hier niet gelukkig. Ik moet dit loslaten of ik nou wil of niet. Kan zijn dat je met een ram te maken hebt. Of dat je zelf een ram in je zon, maan, Venus of ascendant hebt. Dit gaat gepaard met heel veel pijn, verdriet met deze maankaart. Kijk eens naar al die emotie hier, al dat water. Je ziet er als een berg tegenop hier. Je ziet dat heuveltje. Maar je weet dat je dit moet loslaten. Omdat je anders in pijn en verdriet blijft. Omdat je anders tegen die muur, tegen die berg aan blijft lopen. Je moet een andere route kiezen. Dit is ook wel de kreeft en de viskaart. Ook weer een avondkaart. Dus het kan goed zijn, net als met die moonlight kaart, dat je ineens wakker schiet 's nachts. En dat je dat inzicht krijgt voor de oplossing. Het kan zijn dat je heel veel geïnvesteerd hebt. Het kan ook zijn dat je heel veel je best hebt gedaan met die 8 van munten om dit werkend te krijgen. En je ziet dat zij hier een munt aan het maken is. Kan zijn, en dat kan zijn op allerlei gebieden. Kan zijn op je werkgebied. Dat je dat moet loslaten. Dat je een andere baan moet nemen. Kan zijn dat je heel veel geïnvesteerd hebt in de liefde. Maar dat die niet van de grond komt. Omdat het niet meer resoneert. Of omdat de ander niet zoveel erin steekt als jij. Je wil gelijkwaardigheid met deze 6 van munten. Maar die 7e ligt op de grond. En die 8e is nog in de maak. Dus die stabiliteit wil je. Maar die krijg je niet. Dus die moet je zelf dan gaan zoeken of maken. Of bewerkstelligen. Door de situatie los te laten. Kan ook een bepaalde inzicht zijn met betrekking tot religie, tot bepaalde normen en waarden die jij van huis hebt meegekregen, dat je denkt van ja, maar dat werkt gewoon niet voor mij meer. Dat je dat doorbreekt omdat voor jou iets anders wel werkt en dit absoluut niet. Wat mogen wij weten over Moonlight? De 5 van zwaarden. Veranderingen, 5. Zwaarden is gedachtes, dus je hebt het op 5 verschillende manieren misschien wel geprobeerd. Nou, je ziet nog al dat grijs. Het is allemaal nog niet gelukt. En je blijft toch nog doorvechten. En misschien is het tijd om het gewoon los te laten. Omdat je hebt het op allerlei manieren geprobeerd. In deze situatie, in de liefde of met jezelf. En misschien moet je het loslaten en aan het universum, het goddelijke, of de kosmos overlaten. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een weegschaal. Of dat je zelf die weegschaal bent. Je hebt te maken met iemand die heel liefdevol is. In balans. Iemand met een eigen zaak bijvoorbeeld. Maar die persoon die zou bijvoorbeeld heel erg koppig of conservatief kunnen zijn. In ieder geval, of my way of the highway, oftewel mijn wil is wet. En dat daar gewoon niet mee valt te leven.
En dat doet jou veel pijn en verdriet. En hoe je het went of keert, op wat voor manier je het dan hebt geprobeerd hebt om aan te pakken, het lukt niet. En je zit helemaal vast nu, dus er moet nu een oplossing komen. De zes van bekers kan zijn dat je heel veel nostalgische gedachten hebt aan het verleden. Of dat je niet snapt waarom dat het in het verleden altijd wel lukte met die baan of met die functie. Of dat het in het verleden altijd wel gelukt is. Ik denk dat het in het verleden ook niet gelukt is, maar dat je toen niet inzag. Dat je toen ook al in die cyclus zat. En ben je eigenlijk gewoon doorgegaan zonder nadenken. Voor anderen betekent dat dat iemand uit het verleden terugkomt. Er komt in ieder geval verandering. Of dat nu in de vorm is dat iemand uit het verleden terugkomt. Of dat je het verleden moet loslaten. Omdat het verleden is nu niet meer. Het is nu het heden. En er zijn heel veel zaken veranderd. Of die verandering komt eraan. Hè? Dat zagen we hier ook al met kaart 10. En dat gaat over een boogschutter. Of je hebt zelf boogschutter in je zonmaan, Venus of ascendant. Kan ook staan voor een helende kracht. Het is tijd om los te laten en te helen. Als je dus met jezelf in de knoop zit of als je het niet doorziet. Het kan ook zijn dat je gaat helen. Omdat je weet dat dit niet meer werkt. Dat je een andere baan gaat zoeken en dat of een andere functie. Omdat jij inzichten krijgt hier met die derde oog die hier schijnt. En dat je dus uiteindelijk dat je merkt van nou, dit past veel beter bij me. Kan ook zijn dat er iemand uit het verleden terugkomt die met jou het goed wil maken. En dat zou een boogschutter kunnen zijn. Dus dat je zeg maar iemand anders op je pad krijgt die jou misschien gaat helpen. Omdat je helemaal vastgelopen bent. Kan ook eventueel een coach zijn. Dus ik wil jullie in ieder geval heel veel kracht en sterkte toewensen. Als je hiermee resoneert. In ieder geval de hermiet, dat is de maagdkaart. Je gaat inzichten krijgen. Of middels die persoon. Als je ondersteuning of coaching of begeleiding vraagt. Of je gaat inzicht krijgen in de situatie. Of in de relatie of in jezelf, zodat je verder kunt. Je zat vast, maar ik denk dat met die dwaaskaart hier, dat je de oplossing nu gaat zien. En dan is het aan jou. Ga ik daaraan werken? Ga ik die verandering doorvoeren? Want anders loop ik voor een 11e, 12e, 13e keer tegen diezelfde obstakel op. Of tegen dezelfde problematiek op. Of ga je weer in diezelfde cyclus door. Of ga je die cyclus doorbreken. En ik denk dat je hem gaat doorbreken. Want ik zie hier die verandering kaart. En ik zie hier ook de 10. En 10 staat voor verandering en transformatie. Dus ik denk dat je uiteindelijk inzicht gaat krijgen. Dat dit, wat het dan ook is, niet langer werkt. Dat je die verandering doorvoert. En dat je dan, dat helend werkt. Dat dat betert. En dat het uiteindelijk jou op een ander pad brengt, waardoor je niet meer vastzit. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Heel veel liefde en licht. Namaste.